Hallo en hartelijk welkom bij ons kanaal. Fijn dat u weer kijkt. We zijn begonnen aan een trip door Nederland en we gaan ongeveer 2 weken wegblijven. We beginnen dicht bij huis in het plaatsje Bentelo. Ik heb al eens verteld dat het belangrijk is dat je de kabel helemaal afrolt. Dat je hem niet opgedraaid op de haspel mag laten liggen. Als je namelijk nog een gedeelte van die kabel op je haspel laat zitten, dan kan dat warm worden. En dan kun je dus bij een hoog verbruik kun je eventueel je kabel doorsmelten met alle gevolgen van dien, kortsluiting enzovoort. Wat ik altijd eerst doe is de stekker in de camper en dan pas in het stopcontact. En niet eerst in het stopcontact en in de camper. 16 ampère, dat is best pittig. Daar kunnen we wel wat mee. Wij zijn dit weekend te gast bij een camperclub en die noemen zichzelf de Kukkelkorle. En dat is een gezelschap wat zonder enige organisatievorm is. Gewoon gezellig bij elkaar, geen vereniging, maar lekker een weekendje met elkaar optrekken. Uiteraard met inachtneming van alle coronaregels. We zitten hier 1,5 meter bij elkaar vandaan in een grote kring. Het is fantastisch weer, de zon schijnt, de temperatuur wordt ook al beter en het is nu al gezellig. En dan nu de camperplek, of liever gezegd de campercamping, want dat is wat er achter mij op het bord staat. Campercamping de Benteloze S. En wat is dan het verschil tussen een camperplaats en een campercamping? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. In ieder geval is het een uitstekende camperplaats met alle faciliteiten die je eigenlijk ook op een camping zou verwachten. Er wordt een eenheidsprijs gehanteerd hier. Op dit moment betalen we 15 euro. En dat is een hele mooie prijs, want zeker als je ziet wat je daar allemaal voor terugkrijgt. Je hebt alle voorzieningen die je maar nodig hebt. Stroom, wifi, je kunt zelfs douchen, toilet. Je kunt je camper verzorgen uiteraard, afval verwerken. En je hebt ook nog eens een mooie, vlakke, verharde plaats. Netjes naast elkaar allemaal in een mooi weiland. Ja, lid is eigenlijk een beetje een groot woord. Het is wel een club, een camperclub, maar eigenlijk is het ook geen club, want we hebben geen bestuur. Het is niet echt een vereniging. We betalen geen contributie, dus lid is is eigenlijk een groot woord voor een ontzettend gezellige club die we hebben. Die wel 2 keer per jaar een weekend organiseert in het voorjaar en het najaar. Dus we organiseren wel wat, maar het voordeel van deze club is eigenlijk... Ja, dat het allemaal is, dat iedereen zichzelf kan zijn en dat het geen vereniging is waar dingen moeten. Waar het motto is van, ieder kan doen wat hij wil. Ja, Kukkelkorle is in feite een camper, een van de eerste campers die in Nederland gereden hebben en in Europa. En die was eigendom van Karel van de Notaris. Een zoon van voormalige notaris in Rijssen. En dan praat ik over de jaren 50, 1950. En die noemde dus zijn camper de Kukkelkorle. En zodanig hebben wij dus onze camperclub naar die camper vernoemd. Jullie hebben geen organisatievorm in de vereniging? Helemaal niet, het kost geen geld, helemaal niet. Mijn man zit alles op de site. Nee, we hebben geen contributie, geen bestuur, er is helemaal niks. Niks. Vrijheid, blijheid, ja. Niks moet, alles mag. Wat is er leuk aan om hierbij te zijn? De gezelligheid. De gezelligheid. En we gaan maar 2 keer in het jaar gaan we maar apart. Voorjaar, najaar. Ja. En er ontstaat ook nog een klein groepje die dan apart, wat ik net vertelde, dat ze ook apart wel eens naar Frankrijk gaan met 4 campers, maar wel veilig. En ja, ideeën uitwisselen, tips en tricks. Dat doen we ook. A good-hearted woman, loving and good-timing man. She's a good-hearted woman.
is visie dan kunnen staan. Zo, ik heb even lekker een stukje hard gelopen, want dat gaat natuurlijk ook gewoon door. En dat kun je trouwens prima doen hier. En je merkt wel dat je op de S zit, want het glooit een beetje. En dat voel ik best wel in de benen. Maar wel heel erg lekker. Eerst maar eens even tijd om te douchen, dan een kopje koffie. En dan zien we nog wel wat we verder gaan doen vandaag. Je kunt hier alle kanten op, want direct achter de camperplek vind je al fietspaden, fietsknooppunten, wandelroutes, ruiterpaden. En het is hartstikke rustig. En dan moet je nagaan, op dit moment, het is een paar dagen voor Koningsdag. Nederland staat helemaal vol, de campings staan vol, de camperplaatsen staan vol. En wij komen hier bijna niemand tegen. Als ik kijk naar de paddenstoel hier naast mij, dan valt het me op hoe dicht bij huis we eigenlijk zijn. Bentelo is 1 kilometer die kant op, Haaksbergen 7 kilometer die kant op. En dan te bedenken dat we hier nog nooit geweest zijn. Vandaag is er een foodtruck aangekomen op de camperplek. En we gaan lekker een shawarma eten of een kebab. Wilma die gaat bestellen. Er is alleen één probleem, er is geen stroom. En ze zijn al een uur bezig om te proberen om die stroom eraan te krijgen. Maar dat lukt nog niet. De rij wordt steeds langer, maar Wilma staat wel helemaal vooraan. Dus ik ga eens even kijken hoe ver het ermee is. Nou, hij heeft nu alle lampjes uitgedaan. Want er was elke keer een storing in stroom. En nu hebben ze zo weinig mogelijk stroom in gebruik. Dus eigenlijk alleen voor het vlees. En er, dat is het. Krijg ik nou wat te eten vandaag? Nou, dat weet ik nog niet, want ik heb nog niks besteld. Het is wel een groot probleem hoor, met stroom. Het is er alweer af. Ja. Dat is geen werk, hè? Zo is geen werk. Pauze. Een zak vol met eten. Volgens ons GPS-apparaat ligt hier vlakbij de ingang van de camping nog een geocache. Dus die gaan we natuurlijk nog eventjes proberen mee te pikken. Ik ben even vooruitgelopen, want nu wil ik toch echt een keertje de eerste zijn die een geocache vindt. Wilma die doet nog even de camper op slot en ik ga even kijken of ik hem in de tussentijd al kan vinden. Geen wonder dat hij hem heeft gevonden. Hij is heel hard vooruit gerend. Ja, zo kan ik het ook. Wilma die mag de cache even loggen. Ik laat de eer aan haar. Ons weekend in Bentelo hier zit er alweer bijna op. Maar we hebben het enorm naar onze zin gehad. Was ook leuk trouwens om weer eens nieuwe mensen te leren kennen. We hebben heel veel dialect gehoord. Dit is echt een gezellige groep en je bent direct welkom. Dat voel je gewoon. Wij hopen dat u het ook leuk vond om naar te kijken. En we zien u natuurlijk graag weer terug bij onze volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot ziens.